Last van hoogtevrees? Nou, een beetje, maar je went er ondertussen wel aan, dus het valt wel. Ik bedoelde je tuigje, maar je hebt dat voor een reden om. Ja, dat is voor de veiligheid. Want wat doe jij? Ik doe volgspotten, dus ik zorg ervoor dat de artiest in het licht staat. Ben jij de enige die dat doet? Nee, het zijn in totaal met z'n vieren. Dus twee hangen boven het stage, boven het podium, en twee hangen in de zaal. En ik neem aan, jij draait met de hand aan een grote lamp. Dat is hoe ik het nu in mijn hoofd heb. Klopt dat? Ja, klopt. We hebben een hele grote lamp en daar moeten we inderdaad aan draaien. Als we hier omhoog kijken, dit trappetje naast jou, daar klim jij straks omhoog. Ja, klopt. En hoe lang zit je dan daar op die plek, op die stoel die daar boven hangt? Nou, we gaan rond een uurtje of acht moeten we boven zitten. Ja? Totdat het einde van de show, dus laten we zeggen bijna 4 uur, zitten we boven. In die periode is er nooit een moment dat je denkt, oeh, nou moet ik zo naar de plassen. Echt, nu moet ik echt. Nou, het kan inderdaad wel voorkomen. Dan hebben we gelukkig de tv-kantine die ons eventueel nog kan redden. Ja. Maar ja, van tevoren moet je eigenlijk gewoon zorgen dat je naar de wc bent geweest. En eigenlijk zo min mogelijk proberen toch te drinken. Want ja, daarvoor moet je naar de wc. Wat is nou het ergste dat ooit gebeurd is bij jou daar in die stoel? Dat heb ik eigenlijk nog niet gehad. Maar ik heb wel eens inderdaad gehad dat opeens je spot kapot gaat tijdens de show. En ja, dat is eigenlijk wat je niet wil hebben. Heb je dan ook een reservelamp bij je, stel dat die kapot gaat? Nee, boven hebben we verder eigenlijk helemaal niks. Want we mogen geen spullen verder mee naar boven nemen. Dus ook geen mobiele telefoon om te stemmen of weet ik wat. Want alles kan naar beneden vallen en dat wil je voorkomen. Dus als er een lamp kapot is, dan is die echt kapot. En dan moet je eigenlijk wachten totdat je er tijd voor hebt om het te kunnen repareren.